Wat fijn dat je vandaag terug bent bij de dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Want hoe je het ook doet, tijd nemen om in Gods aanwezigheid te komen is altijd het beste. Jouw overdenking voor 3 februari. In tevredenheid en voldoening leven. Het Bijbelvers voor vandaag staat in 1 Timotheus 6, vers 6. Maar de godsvrucht is inderdaad een bron van grote winst, vergezeld van tevredenheid. In de Bijbel staat dat de godsvrucht die vergezeld gaat van tevredenheid een grote en overvloedige winst is. Wat ik daaruit opmaak is dat een godsdienstig, gelovig persoon die tevreden is, op de beste plek is waar hij maar kan zijn. Vreugde komt niet van je omstandigheden op orde en onder controle hebben. Het komt van wat er in je hart is. Bijvoorbeeld, de wereld is vol van mensen die hebben wat ze denken dat ze willen hebben en nog steeds zijn ze niet gelukkig. In feite, een aantal van de meest ongelukkige mensen in de wereld zijn die mensen die alles lijken te hebben. Tevredenheid gaat niet over roem of om bekendheid, hoeveel geld je hebt, je positie op het werk of je sociale cirkel. Het wordt niet gevonden in je opleidingsniveau of aan welke kant van het spoor je geboren bent. Tevredenheid is een hartsgesteldheid. Er is niemand gelukkiger dan een echt dankbaar mens, een echt tevreden mens. Het woord tevredenheid betekent dusdanig tevreden zijn tot het punt dat niets je verontrust, ongeacht wat er ook gebeurt, maar niet dusdanig voldaan tot het punt dat je nooit meer een verandering wilt. We willen allemaal zien dat dingen beter gaan. Laat daar waar je nu bent je niet verontrusten. Je kunt kiezen om te geloven dat God aan het werk is en dat dingen aan het veranderen zijn. En op een gegeven moment zul je het resultaat zien. Het leven gaat over de keuzes die we maken. Dus kies elke dag voor een leven van tevredenheid en voldoening. Als je wilt, bid dan met me mee. Heere God, ik wil tevreden en voldaan zijn met waar ik nu ben, hier en nu. Geef mij de kracht om te kiezen om iedere dag opnieuw tevreden te zijn. In Jezus' naam, amen. Fijn, hè? Even stil zijn en luisteren naar een overdenking? Houd je vast aan Gods woord. Tot morgen. Mocht je anderen ook willen attenderen op deze podcast, abonneer je dan op ons kanaal en stuur deze overdenking door aan iemand die vandaag een bemoediging kan gebruiken. Alvast bedankt.